Goedemorgen. Ik ga op zoek naar verhalen van vroeger. Kijk, en hier woont mijn oma. Dag oma. Hoi jongen. Zeg oma, heb je nog een mooi verhaal van vroeger? Ja, waarover? Misschien over hoe opa en jij elkaar hebben leren kennen. Want opa was natuurlijk Griek en jij Nederlander. Ja, wij zijn toen naar een 11-11-bal geweest. En hij was gastarbeider hier in Nederland. En toen ben ik met mijn ouders en mijn vrienden naar een 11-11-bal geweest. En daar was hij ook met een paar vrienden. En zo hebben we dus een beetje kennis gemaakt. En een beetje gedanst en gedaan. Maar ja, hij zag er ook heel leuk uit. Maar ik denk, ja, een buitenlander, dat is eigenlijk niet zo. Waarom was dat zo raar dan? Ja, er werd vroeger heel raar tegengekeken als je met een buitenlander ging. Nu is dat niet meer, maar vroeger werd dat eigenlijk wel. Hoe deden jullie het dan eigenlijk met taal, oma? Ja, met taal. Hij kwam dan regelmatig bij ons en dan gingen we dus een klein beetje leren. Hij kon dus geen Nederlands en dan was het gewoon met een kopje en dat is een bordje en zo die dingen. Zo zijn we dat eigenlijk een beetje gaan doen. En toen is opa voor de eerste keer op vakantie gegaan in Griekenland. En toen dacht ik, och, die komt toch nooit meer terug. Want ik vond hem eigenlijk wel leuk. Maar toen is hij van de vakantie wel teruggekomen. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik zal het toch maar proberen. En het is eigenlijk altijd goed gegaan. En toen zijn we getrouwd. En we hebben dus 2 kinderen gekregen. Dus jouw mama en tante Katja. En aan de hand jou als kleinzoon. Maar oma, hoe ging dat dan eigenlijk met het cultuur en met het geloof? Ja, dat was, in het begin was dat wel een beetje moeilijk. Want hij had natuurlijk heel andere dingen die hij in Griekenland geleerd had dan hier. En het geloof, ja, wij moesten wel, toen we trouwden, moesten we dus eerst dispensatie aanvragen bij de paus. Omdat opa orthodox was en ik katholiek. En waarom is het zo belangrijk om het verhaal te vertellen en te delen? Ja, omdat je toch kunt zeggen van 2 culturen en 2 geloven kan best samen. Nou, heel mooi.